So I say that your life is worth finding what it is that you're supposed to do. Don't let your dream go. Don't let it go. So here's what I'm suggesting. How much time do you spend working on you? How much time do you spend every day working on your dream? In the last year, what new skill or knowledge have you acquired? Here's something else. Most people are not living their dreams because of fear, ladies and gentlemen. Or do you believe somewhere in the back of your mind or in your heart that there is some other great work for you to do? There's something else that life has for you. You want to get out in the field where the action is, and you will be amazed. After the struggle, there will be a calm period and things will begin to click for you. Wat wil jij later worden? Profvoetballer. Snijden. Snijden! Snijden. Snijden. Snijder. Schot van richting veranderd. En een doelpunt. De Wesley Snijden. Alles wat Wesley Snijden dit seizoen aanraakt, verandert in goud. Op 30 april in het jaar 2003 begon het voor Wesley Snijder allemaal in oranje. De middenvelder maakte zijn debuut tegen Portugal onder Dick Advocaat. Nee, dat vergeet je nooit meer. Ik weet nog dat ik erin kwam in de rust. En volgens mij speelden we 0-0. Bloedeloze 0-0. Maar ja, dat is fantastisch natuurlijk. En zeker ook voor je familie, met name je ouders die daar eigenlijk alles voor gedaan hebben. En dat je dan in één keer in het Nederlands elftal staat, ja, dat vergeet je nooit meer. Is dit Kluivert. Inlopende man is Wesley Snijder. En het eerste interlanddoelpunt van Wesley Snijder. Snijder, aangespeeld door Cocu, heeft de ruimte voor een schot. Wesley Snijder. En hij zet Nederland op 1-0 in de 14e minuut van de wedstrijd. Zijn tweede interlanddoelpunt. Eerder scoorde hij al tegen Moldavië. Zijn eerste eindtoernooi speelde Snijder in 2004. Op het EK in Portugal pendelde de jongeling tussen bank en basis. Indruk maken lukte nog niet. Snijder. Hij kan zijn basis niet kwijt. Van de Vaart. Nee, hij slaat hem over. Snijder. Niet gemeen genoeg. Snijder. Schitterend. Prachtige goal van Wesley Snijder. Cocu, daar Snijder, nu moet hij hem afmaken. Ja hoor, het is niet vreemd dat het Wesley Snijder is. Voorzet, kuit van Hoydon, Snijder 3-0. Op zijn eerste WK speelde Snijder in een controlerende rol. Hij was cruciaal bij de opbouw van de ploeg van Marco van Basten en kreeg lovende kritieken van Johan Cruijff. Maar je hebt hem nu ook eens gezien met de punten achter in de verdediging en defensieve rol. Dan speelde hij uitstekend. Snijder. Ja, nu een kaart. Oh, teenlengte. Het is voorbij. Het is voorbij. Het houdt op. Snijder. Ja, goede goal. Bij de invallers naar rust. Maak de doelpunten. Dit is ook een goal. Voor het EK van 2008 stak Wesley Snijder in topvorm. Hij bewees in Oostenrijk en Zwitserland waarom Real Madrid hem een jaar eerder had gehaald. Snijder is de man die het net zichtbaar gedaan blijft, maar is dit een kuit. Goed gedaan, Snijder!
klasseert in ieder geval op het scorebord de wereldkampioen Italië. Nederland-Italië 3-0. Italië was een mooie, fantastische wedstrijd en het geeft gewoon heel veel vertrouwen. Sneijder. Sneijder! Wat een goal. De felicitaties voor Oranje. Een uitmuntende teamprestatie. Nee, dit is super. Ik bedoel, 6 punten na 2 wedstrijden. Italië en Frankrijk niet de minste. Scoort 4 goals. Je krijgt er 1 tegen. Goed, dat kan gebeuren. Maar ja, dit is genieten. Hier moeten we even van genieten. Ja. Ja, we zijn door nu. Dus klein feestje bouwen nu, maar niet te veel. We moeten ook weer kwartfinale spelen, toch? En hier Sneijder schitterend meegenomen. Heerlijke voetbeweging van Wesley Sneijder. Schitterend. Laat het zien. Komt die bal van Sneijder en wordt binnengekomen. Ja! We staan gewoon op 1-1 door Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy doet het gewoon. Maar hier is Asjavin weer. Asjavin, het is over. Het is over en uit. Terug naar de Zeeuw. Sneijder. Wordt. Oh, wat een prachtige treffer van Wesley Sneijder. Sneijder behoorde in 2010 tot de beste middenvelders van de wereld en won vlak voor het WK zelfs de Champions League. In Zuid-Afrika nam hij Oranje bij de hand. Met de grote 4, tussen aanhalingstekens, daar win je geen WK mee en bereik je zeker niet de finale mee. Daar heb je veel meer voor nodig, daar heb je ze alle 23 voor nodig. En ja, dat besef was er bij mij wel. Goed gespeeld, Ibrahim Afellay op Sneijder. Van richting verandert die bal van Sneijder op de lat. En nu, Elia, en nog de goal van Kuyt. En nu is de buit binnen. Nee, Sneijder, ja! Wesley Sneijder, de band is gebroken. De tweede helft hebben we het afgemaakt zoals het moet. Ja, we, jij. Want jij dacht op een gegeven moment van ik ga maar eens schieten hier. Ja, ik dacht, ik moet toch die kant op, dus het is een feit dat je die bal goed raakt. Dan zwam het die alle kanten op. En gelukkig zat hij erin. Die paas buiten dat schoen van Sneijder op Robben. Op Robben. Het was een sprookje geweest. Het kan nog steeds op de paal en toch raak. Ja, dit komt goed uit. Huntelaar heeft dit nodig. Oranje heeft dit nodig. Robben heeft dit nodig. En de inzet gepareerd door Muga. Schot komt van Wesley Sneijder. Sneijder. Goeie bal. Robben. Op snelheid. Kijk naast zich. Van Persie is daar. Van Persie met de actie naar buiten toe. Robben met het schot. Doelpunt. Dit is de terugkeer van Arjen Robben. De echte terugkeer. Met de goal. Muga van zijn lijn. Muga uit de weg. Kuyt, maak het af. Dit is goed. Sneijder, 2-0. Het is binnen. Nederland wint met 2-1. Het gaat door naar de kwartfinale. Komt hij zingend binnen, hè? Ja, mag je ervan genieten, toch? Klusje geklaard. Klusje geklaard, waar we het over gehad hebben. En op naar de kwartfinale. Ik heb hem wel eens een paar foutjes zien maken. Met name voorzitter van de zijkant, hoge ballen. Ja, dan is het is niet echt een held. Goeie bal gaat hij, hoor. Gaat hij. Fabiano scoort. Het is Robinho die scoort. Hele makkelijke goal. Sneijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin. Het is een doelpunt. Er wordt er iedereen en alles gemist. Nederland staat op 1-1. Het is onvoorstelbaar. Zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijken hoe die corner is. Die corner komt laag. Wordt doorgekomen. De kant en dan gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder, kom. Nederland verslaat voor de tweede keer op de eindronde van een wereldkampioenschap Brazilië. Fantastisch. Je zit bij de laatste 4 van de wereld. En
Je verslaat Brazilië in de kwartfinale met 2-1. Het is geweldig als je een van de kleinste mannen van het veld bent en je scoort met het hoofd. En uiteindelijk de winnende tegen Brazilië, dat geeft een geweldig gevoel. Nou, het is duidelijk dat je 5 wedstrijden op rij gewonnen hebt. En het gevoel moet je weer extra vertrouwen geven richting de halve finale. Er staat veel op het spel. Een finale. Een finale van het WK. Sneijder, schot van richting veranderd. En een doelpunt! Weer Wesley Sneijder! Alles wat Wesley Sneijder dit seizoen aanraakt, verandert in goud. Dus is hier de laatste trap naar voren van Fernando Muslera. Abreu, verlengd. En hier de kans nog. Goed gedaan door Johnny Heitinga. Bal teruggebracht. Godin onder de bal door. Cavani. En nu het bevrijdende eindsignaal. Nederland in de finale. We gaan van de beker niet naar huis. Hey, hey. Gewoon topscorer misschien voor het toernooi. Wat is het voor een gek toernooi? Van gauw een zeelijze broek aan. Ja, laten we gewoon die beker pakken in plaats van topscorer. Het is een finale waarin alles mag. Ja, daar mag wel een beetje strijd in zitten, toch? Als je langs die beker loopt, dat is het ultieme. Er is niks mooiers dan dat in het voetbal. We kunnen ontzettend trots zijn op het Nederlands elftal. We zijn al helemaal door het dolle heen hier op het Oranjeplein. Je ziet dat de sfeer zit er goed hier neer. Je voelt dat de mensen nu gaan staan voor het Nederlands elftal die uit de catacomben komt. Al zijn er een peloton soldaten dat met een missie naar het front gaat. Het front dat Spanje heet en het front dat men wil gaan verslaan. En sterker nog, men is ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. En daar komt Oranje op het veld. Daar is het Nederlands elftal. En dat is zo mooi om te zien. Dat geeft zo'n fantastisch gevoel. Mogen het dit keer goed gaan. Mogen we het dit keer niet intuinen. Robben. Casillas. It's Fabregas. Says Fabregas. Good block, Stekelenburg. De paas van Sneijder. Ja, goede bal. Robben, op weg naar. Arjen Robben. Oh. Het mag niet buitenspel. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat hem winnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Als je zo dichtbij bent, dan baal je wel natuurlijk, ja. Het doet pijn. We hebben verloren. Maar ik denk dat we met opgeven hoofd de toernooi mogen verlaten. We moeten ook trots zijn. We moeten trots zijn op onszelf. En kijk, we hebben die zilveren plakken. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Als het volk zo met je meeleeft, dan bij een tweede plaats. Wij zijn vanaf minuut 1 gaan genieten toen we die boot stapten. En alles vanaf vanmorgen vroeg al. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En ik ben zo trots op Nederland wat ze nu doen. Sneijder. Sneijder. Sneijder, roll! Sneijder. He's manoeuvred the angle. That is a brilliant goal. Just what we've come to expect from Wesley Sneijder. Voor het EK 2012 was het vertrouwen groot. Ja, maar ik ben fit. Ja, sterk, fit, 100%. De cijfers die we hier hebben bij Oranje liggen er ook niet om. Ik ben fit en... Ik vind het fijn om bij deze ploeg te zijn en ik kijk enorm uit naar dit EK. En ik heb er echt ontzettend veel zin in, want ja, ik heb een heel goed gevoel dan. Ja, we hebben het allemaal echt heel erg fijn samen en ja, dat is de basis voor succes. Ondanks het feit dat Sneijder zelf goed speelde in Polen en Oekraïne, liep het helemaal anders. Prachtig. Arjen Robben heeft Sneijder bij zich, maar kan het ook alleen doen. Legt dan af en dan kan Jacobsen voorkomen dat Sneijder dan wel Afellay afdrukt. Kroondeli. En een doelpunt voor Denemarken. Een doelpunt van Michael Kroondeli. De bal blijft liggen voor Sneijder.
Sneijder, Van Persie. Van Persie, weer een enorme kans. Sneijder, nu zelf, maar die inzet gaat voorlangs. Sneijder, Van Persie. Dit is de kans, maar dan stuit die bal net ongelukkig op en is het een schot in de lucht. Positie vanaf Luijmen, een schitterend paas aan Huntelaar. Ah, Andersen, tot twee maal toe, Huntelaar, het kan nog steeds. Langzaam maar zeker begint de tijd te dringen. Skomina kijkt op de klok en fluit af. Nederland verliest de openingswedstrijd in Kharkov. Het is natuurlijk zuur dat je zo'n wedstrijd verliest, hè? De eerste wedstrijd van het toernooi. Het enige wat telt is een overwinning. Om in ieder geval straks met Duitsland en Portugal die je nog gaat treffen. Ja, dat was een overwinning vandaag, ook voor het vertrouwen, ook voor alles en iedereen. Ja, je proeft nu toch een beetje, is toch een beetje nare smaak. We hebben ons goed kunnen opladen, weer goed kunnen herpakken na die nederlaag. We hebben de goede dingen hebben eruit gehaald, hebben meegenomen. En ik denk dat als ik kijk naar de groep, is die er gewoon weer klaar voor. Om woensdag te winnen. En dat is het enige wat telt en niet meer, niet minder. Beweging van Sneijder en van Persie. Van Persie! Van Persie nu! Oh, oh, oh! Ja, ja! Oh, wat een redding van Neuer. Op het schot van Robin van Persie van de 16 meterlijn af. Ja. Ja, drie man kwijt. En daar moet hij erin. Sneijder. Eén keer scoorde, twee goals voorbereid. Van Persie nu dan. Van Persie. Van Persie, ja! Kijk eens aan. Van Persie dan toch. Duitsland gaat deze wedstrijd winnen. Heeft deze wedstrijd gewonnen. Dik verdiend. We kunnen er niets op afdingen. Het levert geen punten op. Het levert ook geen overdreven veel zelfvertrouwen op voor de laatste wedstrijd in deze groep. Die Nederland gaat spelen tegen Portugal. En waarin het begint met nog altijd kansen op een plek in de kwartfinales. Ja, die kwam wel hard aan, ja. Nogmaals, we gingen echt het veld op om met z'n allen ook af te zien. En 90 minuten lang alles geven. En alles geven in de zin van om in ieder geval die Duitsers zo moeilijk mogelijk te maken. En nou ja, dat begin je goed aan een wedstrijd en dan krijg je weer een klap. Ja, dat is best wel balen. Maar goed, we zitten hier nu en we hebben twee keer verloren. Maar hoe gek het ook is, we hebben nog steeds een kans. En daar moeten we ons nu aan vasthouden. En we moeten erin blijven geloven. Het zit erin. En ik hoop dat we hier volgende week zondag, of aankomende zondag, sorry. Dat we hier zitten met een grote glimlach. Van der Wiel. Voorzet. Huntelaar onder de bal door. Hier is Sneijder nog. Matthijs zorgt ervoor dat Nederland druk kan houden op de verdediging van Portugal. Robben naar binnen toe. Van der Vaart, schiet, Van der Vaart, doelpunt! Dat is nummer 1! En hoe overtuigend gevoetbald door Nederland. Ronaldo, het zit erop voor Nederland. Een deceptie dus. Maar Nederland is er vanavond in ieder geval wel voor gegaan. Het heeft gedaan wat het kon. Het heeft vol gas gegeven vanaf de eerste minuut. Tweede op een wereldkampioenschap en nu 3 wedstrijden, 0 punten. Het is een hele, hele zware avond voor Nederland geweest. Een heel zwaar Europees kampioenschap. En alle spelers beseffen het. Het lukte niet, dit toernooi. Het lukte niet en dan sta je met lege handen. En 0 punten. En dat is heel erg zwaar. Ik wilde hier Europees kampioen worden. En daar maak je je ondergeschikt aan het elftal. Daar is Sneijder. Oh, wat een fabuleus doelpunt is dit. En de meest besproken international maakt hem. Wesley Sneijder. Kuit, Sneijder. En het is al 0-2. Onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal had Sneijder het lastig. Na een goede start werd hij steeds minder geselecteerd. En de kenners dachten dat hij het WK van 2014 ging missen. De reden dat Sneijder er niet bij is, is dat hij eerst zich moet focussen op het fit worden. Dan moet hij zich focussen op het in vorm komen en dan ga ik hem vergelijken met wat ik heb. Ja, dat is hem natuurlijk al meermalen door mij verteld. En ik heb toch het gevoel dat hij dat niet snapt. Nee, die indruk heb ik ook. Ik heb met hem als trainer zijnde, gewoon op het veld,
een perfecte tijd gehad, want dat waren de leukste trainingen. Alleen als mens en in de persoonlijke gesprekken of de dingen die eromheen gebeurden, ja, heb ik eigenlijk alleen maar problemen met hem gehad. Nee, maar het is toch gek voor woorden dat Sneijder, een van onze beste voetballers, zogenaamd niet in zijn spelsysteem past. Kom op, zeg. Ik help Wesley er niet mee om hem nu te selecteren, om hem uit het proces bij Galatasaray te halen. Want hij is op de goede weg. Hij is in stijgende lijn. Maar hij moet nog veel fitter worden. En dat is aan hem. En ik wilde zo graag dat WK spelen. Maar hij gaat me dat niet afpakken. Nu niet, nooit niet. Maar Sneijder herpakte zich en mocht mee naar Brazilië. Ja, nou, positieve verrassing is Wesley Sneijder. Die is gewoon heel fit aangekomen bij ons. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Weet je wat, zou ik gewoon zeggen dat ik zeker naar de bondscoach geluisterd heb. Hè? En ook zeker wat extra heb gedaan omdat de bondscoach dat wilde. In de nieuwe 5-3-2 formatie was hij de enige aanvallende middenvelder. We gaan natuurlijk een nieuw systeem gaan we uitproberen. Het systeem, hè, dat 5, dat schijnt dus heel gunstig te zijn voor de opstelling van Sneijder. En ook zo'n systeem kan je op verschillende manieren uitvoeren. De Jong en Sneijder weten we intussen wel van, zijn voor Van Gaal behoorlijk zeker. Helemaal ja. Zeker ben je nooit, maar behoorlijk zeker. Ben jij nog gevraagd om nog een keer echt te gaan vlammen op een WK? Ik ben ook niet bezig om met de gedachte van nog één keer. Ik voel me goed. En dat wil ik graag voor door. Hier is naartoe geleefd, maandenlang. Het is een lastige wedstrijd, een moeilijke wedstrijd, maar ja, we kunnen zeker die wedstrijd winnen. Dan, met dat gevoel moeten we ook het veld in stappen. Ja, Wesley Sneijder, 5 goals vorige WK en nu is het weer Casillas die de deur dichtgooit. Voor Nederland succes. Sneijder. Casillas staat mis. Goal in de goal. 3-1. Steven de Vrij. Sneijder. Robben. Hij is snel Robben. Rolt die Ramos eruit. Dan is de weg naar 5-1 en de grond. En dan kan hij op Casillas nog weer eens een keer voorbij. Casillas ligt er. Robben gaat 5-1 maken. 5-1. 5-1. Zegt het voor. Ja, dat was heel bijzonder. Je 100ste interland, eerste wedstrijd op het WK. En meteen een hele grote wedstrijd tegen Spanje. Ja, en dan speel je zo'n wedstrijd. En zeker de tweede helft, ja, dat was genieten. Als je ook niet verder komt, dan heb je er ook weinig aan gehad. Dus ja, je moet, dan komt het weer. De focus blijven houden op de volgende wedstrijden. 1 overwinning is mooi. Maar uiteindelijk heb je nog helemaal niks. Dus ja, je moet zorgen dat je tegen Australië weer precies hetzelfde kan neerzetten. Cahill! 1-1! En wat een schitterende goal is dit van Tim Cahill. Goed gedaan. De bal nog een tikje, waardoor Sneijder nu aan de bal komt. Memphis Depay, balletje naar Van Persie. Van Persie met de kans! 2-2! Robin van Persie! Zulke wedstrijden die heb je er wel eens bij op zo'n toernooi. Je staat wel met 6 punten, dus dat is het allerbelangrijkste. Vargas, overtreding Sneijder. Van achteren. Sneijder. Aan het werk, hard aan het werk. Robben wil weg. Robben heeft de ruimte. Nu is hij er langs en nu kan hij zijn snelheid etaleren. En nu komt er een kans, Robben. En daar was hij bijna. 5-1 tegen Spanje. 3-2 tegen Australië. 2-0 tegen Chili. Precies wat we willen eigenlijk. Hè. We spelen goed gedisciplineerd. Vanuit de organisatie, linies kort op elkaar, op het middenveld kort dekken, achterin doorschuiven. Ja, dan is het heel moeilijk te bespelen voor de tegenstander. Jullie zijn gewoon een rotploeg om tegen te spelen. Santos schiet! Oh, het doelpunt van Mexico! Zwinger en de goal mee! Ochoa met een ongelofelijke reactie. Hier is de corner. Ochoa terug naar zijn lijn. Bal teruggelegd en Sneijder! Ja! Wesley Sneijder! Het is nu helemaal rond. Nederland door naar de kwartfinale. Je loopt werkelijk de Vierdaagse van Nijmegen dit toernooi. Maar je was nog niet beslissend. Nee, nu wel. Een team, 23 man, geleidingsstaf, technische staf, alles bij elkaar. Ja. Is het iets anders dan andere keren dan?
Het is echt geniet om hierbij te zijn. Het gevoel was er gewoon, hè, dat we die wedstrijd gewoon niet konden verliezen. Hè. Op naar Costa Rica. Absoluut. Wordt weer winnen, hè? Nou ja, daar moeten we wel voor gaan. Ik bedoel, het is sowieso weer mooi dat we in de kwartfinale staan. Dus ja, dat geeft een goed gevoel. En dan nu Snijder. Ja, de keeper wordt het niet moeilijk genoeg gemaakt. Maar gaat Snijder hem wel nemen? Hij neemt hem. En daar mankeerde weinig aan die vrije schop. Snijder. Goed bedenksel. Maar toch moeilijk uit te voeren. Wesley Snijder. In één keer. Op de paal. Snijder. Bij de tweede paal is Kuit. Daar dus ergens. Hier Van Persie. Oh, dit was je moment, man. Hier is Snijder. Snijder. Ah, weer op de lat zeg. Het is volbracht, deze wedstrijd. Het gaat aankomen op penalties. De paal geraakt. De lat geraakt. Nu de touwen. Het is 3-2. Deze stoppen en het is klaar. Daar gaat hij. Umanya Kral. Ja! Er was vanavond maar één ploeg die verdiende om naar de halve finale te gaan. Maar ja, hard werken, hè? En dan zit je hier. Maar het gaat dus nu om de hoofdprijs. Daar gaat het om. Ah, hier Snijder met een schot. Eerste echte doelpoging van Nederland. Ja, dat is een behoorlijke overtreding van Martin de Michelis. Daar ligt Wesley Snijder. Veel ernstiger is de situatie rond Wesley Snijder. Van Gaal is ongerust. Een duel tussen Wesley Snijder en doelman Romero. Nu wordt het doel opnieuw gezocht, maar nu gaat hij inzet over. Wesley Snijder. Weer, maar Romero heeft die inzet. Sillissen. Hou hem tegen. Ah! Het is over. De halve finale is de eindhalte voor het Nederlands elftal. Ja, dat komt keihard aan. Dat is voetbal. Pijnlijk. We hebben er hard voor gevochten. En nogmaals, ja, ik denk dat we iets meer verdiend hadden vanavond. En ja, dit doet pijn. Daar ben ik ook hartstikke blij mee, dat we toch derde zijn geworden. Met een beetje meer geluk. Dan sta je in de finale morgen of vandaag. En ja, dan, maar goed, dit is al geweldig en hier moeten we echt van genieten. Het klopte gewoon. Weet je wel, een goede mix met ervaren jongens en jonge gasten. Maar ja, allemaal met dezelfde ideeën en dezelfde doelen eigenlijk. En dat, ja, dat is gewoon mooi om te zien. Snijder! Ja, mooi! Mooie goal van Wesley Snijder. Terug, Snijder. Wesley Snijder en toch goal! Doelpunt Snijder met geluk. Van richting veranderd. Maar 1-1 is zo belangrijk. Na het succes van de WK liep de kwalificatie voor het EK in Frankrijk naar nederlagen op Tsjechië, IJsland en Turkije uit op een catastrofe. Aan het EK voetbal doen volgend jaar maar liefst 24 landen mee, maar Nederland dus niet. Hoe ben je er dan toe? Leeg. Leeg fysiek, leeg mentaal. Als je weet dat je deze wedstrijd moet winnen, dan mag je niet zulke fouten weggeven. Ik denk zeker persoonlijk niet aan stoppen. Deze klap komt hard aan, keihard aan. Het is gedaan, het is over. Great save from Olsen, the follow-up though from Snijder and the Dutch are level. En Nederland wint wel, dan is het alweer nummer 2. En het is hier 2-0 door W.W. Snijder. Daar maakt hij de bondscoach blij mee. Zie ik daar een traan bij Dick Advocaat? Dat doet ook wat met Advocaat, die Snijder liet debuteren. Met zijn 131ste interland tegen Luxemburg werd Snijder Nederlands record international. Ik denk niet dat er nog een speler komt die dit record zal verbreken. Je hebt een fantastische mijlpaal neergezet. Het record gebroken van Edwin van der Sar.
En dat was niet makkelijk. Nu dan 131 interlands, dat is natuurlijk ongelooflijk veel. 131 wedstrijden, dat is echt geweldig. Ik herinner me nog steeds de wedstrijd tegen Schotland, waarin we het moesten laten zien. En jij was degene in die wedstrijd die het liet zien. Prachtig gespeeld. Je bent een icoon voor het Nederlandse voetbal. Overal waar je gespeeld hebt, heb je gepresteerd. Ik ben trots op je dat ik met jou heb mogen samenwerken. Ondanks het feit dat jij mij niet zo aardig gecoacht vond of vindt, heb je toch alles gedaan wat ik je vroeg. En daardoor heb je ook een geweldig WK gespeeld met al die andere Nederlands elftalspelers. En we hebben een mooie prestatie neergezet. Een koor international worden van je land, hoe mooi kan het zijn? Je weet dat ik warme gevoelens voor je koester en ik gun het je dan ook ten zeerste. Hoewel Oranje en Sneijder goed begonnen, werd de kwalificatie voor het WK van 2018 ook een groot tranendal. Oranje miste het WK en Sneijder kreeg veel kritiek. Sterker nog, hij hoort met dit materiaal nog niet in de basis. Als je met drie middenvelders speelt, dan komt hij niet bij. Ik ben hier omdat ik het fijn vind dat ik voor mijn land mag spelen nog steeds. Dus elk moment dat ik hierbij kan zijn, daar ben ik erbij. Zeg, zolang ik me fit voel en dat ik het gevoel heb dat ik een meerwaarde kan brengen aan de ploeg, van meerwaarde kan zijn voor de ploeg, dan blijf ik hierbij. En dat gevoel heb ik nog steeds. Het ligt echt helemaal open. Lacazette nu bij de tweede paal. Mbappé. Het loopt uit op een vernedering. Het loopt uit op een afstraffing. Het loopt uit op een drama. Waarschijnlijk wil niemand het er meer over hebben. Het WK en Oranje, want ondanks de 2-0 winst tegen Zweden is het WK in Rusland definitief uit beeld. Record international Wesley Sneijder stopt bij het Nederlands elftal. Hij heeft dat besloten na een gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. De Utrechter debuteerde in 2003 in Oranje en speelde afgelopen november tegen Roemenië zijn 133ste en laatste interland. De record international Wesley Sneijder is afgezwaaid. Wesley Sneijder stopt ermee bij Oranje. Horen we vandaag. Ja, ik heb het opnieuw gehoord daarnet. Nou, dat verwondert me niet, eerlijk gezegd. Vorige keer onder advocaat was het al een beetje van, ja. Weet je, ik haal Sneijder erbij, kon niet echt meer mee. Dat zag je ook bij Olympique, daar heeft hij 5 wedstrijden maar gevoetbald. Hij kan het gewoon niet meer belopen. Het is een van de beste voetballers die we ooit gehad hebben. Ik ben 15 jaar ben ik er non-stop onafgebroken bij geweest. Ik ben een record international van het Nederlands elftal. 133 interlands heeft hij gespeeld, maar daar blijft het bij. Sneijder, schot van richting veranderd en een doelpunt. Weer Wesley Sneijder. Sneijder. En Sneijder, ja! Hier is het doelpunt dat moest komen. Wel, dat is het dan weer nummer 2. En het is hier 2-0 door W.B. Sneijder. Ik heb altijd trots gevoel gehad om voor het Nederlands elftal te spelen. En dat is het mooiste wat er is.